Wie wilt u als directeur? Mevrouw Nagels. Meneer De Glin. Mevrouw Nagels. Mevrouw Nagels. Meneer De Glin. En waarom? Ik hou van die man. Say you, say me. Mevrouw Nagels. Mevrouw Nagels. Yes. En niet meneer De Glin? Nee, dank u. En waarom niet? Volgende vraag. En meneer, snapchat u veel met Indra Pinda? Ja, dus staat in top 3 bij mij, ja. En wat vindt u van Orly Lalala? Staat ook in de top 3 bij mij? Wat is de slechtste eigenschap van mevrouw Nagels? Te kort gerokt zijn. En mevrouw, wat vindt u van meneer Moermans? Vroeger was hij wel knap, ja. Maar hij heeft al veel van zijn pluimen verloren. Natuurlijk. Een beetje nog, hè, ja, een beetje nog, ja, goed. Vroeger in mijn jeugdjaren kon hij er nog wel door, maar de laatste tijd heeft hij me een beetje laten gaan, dus... En meneer, zou u graag een keer proeven van mevrouw Nagels? Uiteraard. En daar een goeie cognacje bij. En een beetje ribbekjes, hè? Ja. Dat gaan we nog eens doen, hè? Ja, dat gaan we. Oké, okay, dat doen we. En wat vindt u van mevrouw Nagels? En wat ik daarvan vind... In welke context? Intelligentie. Emotionele. Of puur in... Ja, wat zoekt u in een vrouw? Moeilijke vraag. Ja. Een soulmate. Wat is het eerste waar u naar kijkt als u mevrouw Nagels ziet? Naar de context. So you wanna be a gangster, all that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. You be hard as hell. Is meneer Stijls misschien iets voor u? Oh, vooral mijn type, ja.